Yo YouTube, vandaag voor de eerste keer met de motor naar het werk. Ik moet nog even tanken. Ik heb nog een halve tank, maar alhoewel, ik kom er toe denk ik, misschien dat ik gewoon op de terugweg. Ik heb vandaag besloten om voor het eerst met mijn motor naar het werk te gaan, omdat het droog blijft. Het wordt dit weekend lekker weer. Dit weekend gaan we ook weer rijden met de jongens van de Bikelife Brabant. Volgende week zondag hebben we een rondje voor iedereen. Iedereen kan joinen. Dus ben welkom. Check even het Bikelife Brabant. En volgens mij de week daarna is het ROC. Of is dat nog verder weg? Dat durf ik even zo niet te zeggen. Deze week, vorige week niet veel gereden. Ik was op vakantie. Deze week was het begin van de week niet echt lekker weer en ik niet heel veel tijd gehad. Wat ik wel heb gedaan is afgelopen maandag had ik een afspraak staan bij Hans Anders voor oordoppen. Ik wilde eerst Alpines halen, maar dat heb ik niet gedaan omdat het te ver weg was. Je moest helemaal naar Amersfoort volgens mij, richting Amersfoort in ieder geval, om je oordoppen aan te laten meten. Ja, dat vond ik iets te gek om helemaal die kant op te rijden. Het was op de motorbus veel en veel te druk. Dus toen ben ik even verder gaan kijken, toen zag ik dat Noises zijn oordoppen laat maken bij Hans Anders. Dus ik heb even een berichtje gestuurd op Facebook om te vragen of de motorbeursactie nog geldig was. Nou, dat was hij tot eind maart, dus ik heb snel een afspraak gemaakt bij Hans Anders op maandag. En ik heb ze daar meegekregen voor €90 in plaats van 125 of 120. Dus die zijn nu opgemeten afgelopen maandag en die kan ik over 3 weken ophalen. De verwachte leeftijd is 17 april volgens mij of zo. Dus ik ben benieuwd hoe wat dat voor verschil gaat maken. Iedereen zegt je moet ze hebben, doe het nou gewoon. Het is belangrijk voor je oren. Windruis op de snelweg is best link. Dus ja, dat gaan we zo meteen ook even meemaken. Dan zijn ze een beetje verkouden. Was ze mijn keel. Ik denk dat ik vanavond, als het een beetje lekker weer is, nog mijn motor ga wassen. Misschien morgenavond. Maar dat is, ik wil daarnaast ook nog steeds een communicatiesysteem in mijn helm inbouwen. Ik wil wel een van de betere, Sena 30K of een Cardo Bolt of Slim Pectalk. Zo. Maar daar heb ik op dit moment nog. Moet ik hem nog heel even sparen. De vakantie was iets duurder uitgevallen dan verwacht. Zo, we gaan wel zien wat we zo meteen mee gaan maken op mijn eerste ritje. Oké, jongens, laatste stukje binnendoor. Druk stukje ook. Een minuut. Zin is hier weer lekker druk. Kijken of we lekker kunnen kruipen. Nu doet hij dat gaan doen. Zo, we zijn weer terug onderweg vanuit het werk. Lekker dagje gewerkt. Nu naar huis. Ik heb nog steeds een giveaway lopen op mijn Instagram pagina.
degene die subben en hieronder hun, in een comment hun nickname zetten van de Instagram, die kunnen een van zo'n een van die armbanden winnen. Ik heb er meerdere, dus meerdere kansen, maar ik geef er voorlopig nu eentje weg. Ik ga waarschijnlijk nog een andere actie doen op Instagram, dus zorg dat je mij volgt. En dan kun je er eentje winnen. Maar zo even tanken. Zorgen dat hij weer vol zit, zodat we zaterdag gelijk weg kunnen. Ik rij zo meteen binnen door terug. Zo'n groot voordeel aan motorrijden, voor zo lekker langs iedereen. Ah ja, wat ik ook nog wilde vertellen, sorry. Wat ik ook nog wilde vertellen is, ik heb natuurlijk, het is mijn vierde motorvlog en volgens mij is het mijn vierde setje spiegels. Twee keer bar in gehad, de ene viel er vanaf, de andere die wiebelde te veel. Toen mijn originele er weer terug op. En nu deze, Rizoma's. Geen originele, ik vind voor een setje spiegels dat echt gewoon echt te veel geld. Meer dan 100 euro voor een setje spiegels, ook van Barracuda. Ja, je betaalt voor kwaliteit, ik snap het allemaal en je moet ook weer geld verdienen, prima. Maar nou, ik kan gewoon geen 100 euro uitgeven voor een setje spiegels waar geen elektronica in zit. Je kan voor minder haal je nog een ding, een radiosetje of hoe heet zoiets, een communicatieset. Ja, daar ga je. Daar wil ik liever mijn geld voor sparen, daar wil ik, sorry, daar wil ik wel een fatsoenlijk setje voor halen. Hier in Breda is het altijd lekker druk. Er komen weer een paar mooie dagen aan. Wat ik al zei, van het weekend een leuk ritje op de boeg staan. Wat ik al zei, het wordt dit weekend ook weer lekker weer. Morgen ga ik helaas niet met de motor naar het werk. Zaterdag wel een leuk ritje op de planning staan. Maandag ga ik waarschijnlijk weer wel op de motor. Dus er komen nog wel wat leuke vlogjes aan, hopelijk. Als jullie nog iets van me willen weten, laat het vooral weten in de comments. Laat vooral ook een duimpje achter en subscribe even als je leuke dingen vindt. Als je mijn video's leuk vindt. Drie ambulances. Jezus. Zo, doe maar lekker drinken, ja. Lekker drinken. Oh, lekker, 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 lekker. Lekker vol, ja. Nom, nom, nom. Thirsty, thirsty. Nou, ik was erop en weggewezen. Zo. Oké, doei. Study, the beauty. Shining is. Nou, ik moet hem morgen wel even wassen, morgenavond. Vies ding! Hoppakee. Oh,
Ze zijn eigenlijk nog te koud, deze handschoentjes. Maar goed. Leuke Jaguars. Komt alleen niet ver mee. Volledig elektrisch. Radius van ongeveer 350 kilometer. Max. Ja. De meiden met een brommetje.